zorgt voor heel de schepping. En uw hand vertroost mijn ziel. Van de einden der aard tot het diepst van mijn hart wordt uw eeuwige trouw gezien. Dagteksten van vrijdag 5 juli 2024 zijn gehaald uit Psalm 115, vers 11. Gij die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Gij die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Psalm 115, vers 11. Het leerwoord is gehaald uit Matthäus 6, vers 26. Ziet naar de vogels des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Ziet naar de vogels des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Matthäus 6, vers 26. U roept mij in uw liefde, om heel dicht bij u te zijn. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons roept in liefde om bij u te zijn. Vergeef ons als wij dat niet merken. Heer, wij hebben eerbied voor u. Wij komen voor uw troon van genade vanmorgen weder om u te vertellen. Dat wij niet altijd op u vertrouwen, Heer. Vooral als het zo moeilijk wordt in deze wereld. Maar u heeft ons gezegd. Vertrouw op mij. In de wereld lijkt gij verdrukking, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, Heer. Wij vragen u om vandaag bijzonder aanwezig te zijn bij ons. Als wij door deze dag gaan en als wij deze teksten hebben. Vooral als gij ons zegt dat u voor de vogels zorgt. Ze zaaien niet, ze maaien niet, maar u geeft hun te eten. Dat wij moeten geloven en vertrouwen dat u het bent aan wie wij dank verschuldigd zijn voor wat wij hebben, voor wat wij zijn. En als wij door uitdagingen gaan, dat wij weten dat het niet van u komt, maar dat u ons bijstaat. En dat u ons zegt dat wij in deze wereld verdrukking zullen lijden, maar dat wij goede moed moeten houden, omdat u die wereld heeft overwonnen. U bent het die de dood van zijn kracht ontroond heeft en de sleutels van de dood en het dodenrijk heeft. Vader, vergeef ons als wij terugkijken naar het eerste boek in de Bijbel, waar u die de mens uit liefde geschapen heeft, moest aanschouwen hoe de mens u heeft verloochend, u heeft verraden, gekozen heeft voor het kwaad. Maar u bent ons genadig geweest en wij mogen vandaag weten dat wij naar u toe moeten rennen, dat wij bij u moeten komen als we bang zijn, als we moe zijn, wat ons ook te moede is, en dat wij mogen bidden voor anderen, dat wij een geloof als een mosterdzaadje mogen hebben om alles wat er verkeerd gaat in ons leven aan u te geven en te geloven en te vertrouwen dat u het bent die alles goed maakt. En dat ervaren we elke dag. Soms is het moeilijk om anderen dat duidelijk te maken. Maar als wij uw liefde aan hen geven en bidden en vragen dat uw Heilige Geest ons bijstaat om daar te gaan. Waar het ongeloof groot is, om ook ons ongeloof om te zetten in geloof. Dat wij u mogen vertrouwen, dat wij op u mogen bouwen en dat wij het aangezicht alleen op u gericht mogen houden. Daarom brengen we bij u in geloof de zieken, de bedroefden,
de ellendigen, senioren, burgers, de hele mensheid, elke regering, maar ook elke natuurramp. En wij vragen u, wees ons genadig. We danken u dat wij uw zegen mogen afsmeken. En ook de jarigen en vierenden aan u mogen opdragen. Zodat u ons allen, o Heer, mag zegenen. Zich over ons mag ontfermen. En dat wij mogen weten dat wij bij en in u geborgen zijn. Zo gaat u met ons. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. Ja, Heer, ik loop, ik ren, tot ik bij u ben, en tot ik leef.